Hi iedereen, ik ben hier vandaag met Roy van YouTube kanaal Roy's Fashion. En we wilden heel graag een soort van kook- of bakfilmpje gaan doen. Maar nu dacht ik, Roy is niet zo heel goed in koken of bakken. En ik heb nog bakken over. Dus ik heb deze en ik heb nog deze over. En ik dacht, ja, die moeten ook altijd gewoon nog een keertje op. En deze zijn we nu aan het maken, het filmpje voor op zijn kanaal. En ik wilde graag de pandan chiffon cake doen, oftewel gewoon spons cake, voor mijn kanaal. Want ja, de meeste Indo's kennen het wel, gewoon spons cake, gewoon lekker, weet je wel, die groene cake. Lekker zacht en fluffy. En ik wou het eerst eigenlijk gewoon helemaal from scratch doen. Maar toen hoorde ik van alle Indo's dat ze zeiden, nee joh, gebruik gewoon het pak, dat doet iedereen. Dus toen dacht ik, oké. Dus ja, deze gaan we maken en dan... Nou ja, ik ben geen Indo, ik ben lekker Nederlands, dus ik heb geen idee wat het is. Weet je wat spons cake is? Ik weet niet. Heb je het nooit gezien dit? Kijk, ja. Groen. Gewoon groen en zacht. Heel zacht. Heel, dus, ja, heel sponsig, zeg maar. Heel... Het is wel halal. Ja, het is wel, dus ja, het is wel halal, staat erop. Dus ja, het is eigenlijk, ja, wat je nodig hebt is heel veel eieren en water en kokosnootmelk. Ja. Dat is het. Nou, ik vertrouw op jou. Ja, oké. Ja. Eerste stap die we gaan doen is 7 eieren in deze kom en dan die kloppen tot ze romig zijn. 7 eieren. Nee. Ik heb het met één hand of niet? Ja. Echt? Doe dan. Nee, ik heb een stage moeten lopen ooit bij een pannenkoekenrestaurant. En toen moesten we echt gewoon 100 eieren zo. Maar ik kan dat niet meer. Als je kijkt zo meteen naar mijn video, dan weet je dat ik het niet kan. Ja, je houdt gewoon je duim erin. Ik kan het niet meer. Oh, je doet het toch? Wacht, ik wil het ook leren. Je doet het tegen de rand aan. En dan gewoon zo met je vingers uit elkaar halen. Zo je deze twee. Dat gaat... Oeh shit, ik laat er allemaal dingetjes invallen. Lekker crunchy. One day, baby, we'll help you. Oh baby. We moesten ze kloppen. Oh, dat heb jij. Ja, hier. Zo. Yes. Is this fluffy enough? Jawel. Wat denk jij ervan? Jawel. Ja, en dan moet het pak erbij, de inhoud van het pak. Dat is raar. Zo. Kijk zoveel stoom eraf komt. Een soort van... Special effect. Ja. Dat staat ook in het Nederlands, hè? Oh ja. Pondan. 8 minuten blijven kloppen. En daarna de kokosmelk toevoegen. Wow, je ziet al, je ziet al dat het groen wordt. Kijk dan. Wow! Er is al een kleurstof in. Wow! Serena? Ja? Mag ik heel even... Een paar seconden om te schelden in jouw video. Nou ja, ik knip het er toch uit. Dus... Nee! Hoezo, wat is er dan? Ik vind schelden leuk. Nee, schelden is niet goed. Gewoon dat het een beetje... Ja, of heel kort toch even mixen misschien. Wat een geks. Moet je zo meteen nog een fotoshoot doen? Dat was eigenlijk de reden waarvoor ik hier kwam. Oh, ik dacht dat je gewoon hier kwam om gezellig met me te bakken. Nee, denk je dat? Ja? Het ruikt zo lekker. Zo, het ruikt echt heel lekker. Toch? Het ruikt naar rijstpap. Ja, het ruikt naar rijst inderdaad. Naar pandanrijst. De pandan is ook, ja, pandanrijst. Ik ken alleen gewoon witte rijst. Het is heel luchtig. Heel, ja, heel fluffy is het. Oké, nou, het zit er doorheen. Dan heb ik bij de toko van moeder deze speciale tulband gekocht. Bestaat uit twee... Ja, je moet het gewoon laten kopen. Ja, ze was toch bij de toko, dus ik zei tegen haar, neem deze voor mij. Het bestaat uit twee delen. En hier moeten we het gewoon in doen. Ja, dit is echt een uitkomst. Ik vind het heel makkelijk. Je hebt ook van Dot, ik wilde het Oetker zeggen, maar het is Oetker. Nou, het is gewoon Oetker, maar... Nee, Serena. Vroeger... Oetker! Vroeger was het Oetker. Ja, nu niet meer. Nee, maar vroeger wel. Mama. Over mijn vinger heen. Dat ziet echt leuk uit. Het is net zo'n chocoladefabriek. Now we are going to the next step. En dit is baking. Maar wel lang hoor, een uur. Een uur? Op 160 graden. Zo lang blijf ik hier niet.
Nou, we hebben net dus een uur deze taart in de oven gehad. Ja. Mag ik die doen? Dat is heel heet. Oh. En volgens mij is het de bedoeling van deze vorm dat je hem dus nu... Nee, ik kan hem toch zo uithalen nu? Volgens mij moet je... Nee, dat lijkt me niet. Ja. Zo. Oh, zo. En dan... Oh, kijk. Zie? En dan... Kijk. Huh? Hot, hot, hot. Hot, hot, hot. It's getting hot in here. Zo. Oeh, hij is goed. Ja. Hij gaat een klein beetje naar Kweemankok. Kweemankok? Kweemankok. Kweemankok. En dan deze eraf. Oh my god. Het is so beautiful. Dus ik hoop dat hij... It's beautiful. Dat hij zo hoort. Zullen we gaan... Nee, hij moet nog 10 minuten afkoelen. En dan kunnen we gaan snijden. Ik heb nooit zin om te wachten dat het afgekoeld is. Alles is lekker als het heet is. Zullen we gaan snijden? Ja. Pak jij even mes? Ja. Nou, we gaan wel even kijken, ja? Of die goed is. Hij hoort heel zacht en fluffy te zijn. Oh. Ik weet niet, maar het bovenste gedeelte hoort volgens mij niet, dit bovenste gedeelte. Hoort dat niet bruin te zijn? Nee, dat hoort zeg maar licht groen te zijn. Tik erbij. Want ik durf niet. Als jij dood gaat, dan neem ik het niet. Was lekker. Nou, hij is niet helemaal 100% goed gegaan, maar het was dan ook de eerste keer dat ik het heb gebruikt. En ja, de rest, zeg maar, behalve het bovenste gedeelte, smaakt wel heel erg lekker. Dus ik ben wel blij met het resultaat. Hé, maar Serena. En ja? Wat heb je in je haar? Ja, als je wil weten hoe dit is gekomen, want ik heb echt allemaal verrassingen in mijn haar, moet je zeker even kijken op het kanaal van Roy. En dan weet je dus waarom ik echt gewoon, nou ja, hele veel viezigheid in mijn haar heb. Ja, dus dit is, ja, dat noem je pandan chiffoncake of sponscake, omdat hij dus een beetje, ja, zacht en sponsig is. Dus ik vond het wel leuk om te maken, maar ik moet hem nog even wat vaker maken, denk ik. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Neem ook zeker een kijkje op het kanaal van Roy. En dan zie ik jullie snel weer in de volgende video. Doei!